Take the battery and put a bypass on it. Copy that. We need to clear this roadblock before our position is compromised. Copy that. I got company. I got you covered. Eind vorig jaar kwam Call of Duty 4 Modern Warfare uit. Een van de betere shooters op dit moment voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Kan Conflict the Night op zijn betere indruk achterlaten, of blijft Call of Duty toch de koning op dit gebied? Vroeger stond je in games altijd alleen tegenover de vijand. De laatste tijd is er in Gameland een rage ontstaan, namelijk het spelen met twee personages tegelijkertijd. In Conflict the Night Ops kun je kiezen uit Agent Graves of Lang. Beide zijn afkomstig uit de Amerikaanse CIA. Tijdens het spelen kun je wisselen wanneer je maar wil. Je zal de andere agent moeten helpen, bijvoorbeeld wanneer deze half bewusteloos op de grond ligt. Je zal, net als in Kane & Lynch en Gears of War, zo snel mogelijk naar hem toe moeten rennen om hem te reviven. Verder heeft ieder natuurlijk zijn eigen specialiteiten. Conflict the Night Ops speelt zich af in veel gebieden. Zo zul je gebieden hebben met enkel ijs en in een ander level door de woestijn moeten rennen en knallen. De details van de omgevingen zijn leuk uitgewerkt, maar behoren zeker niet tot deze tijd. Alle rotsen zijn vlak en in de grond zitten bijvoorbeeld geen eens oneffenheden. Met behulp van explosieve tonnetjes kun je de vijand een aardig stukje wegblazen, maar dat is dan ook meteen het enige effect wat op een level zal gebeuren. De omgeving zal er namelijk precies hetzelfde uit blijven zien. Dit is natuurlijk verre van realistisch. Je partner en je vijanden zien er qua uiterlijk wel weer goed uit, maar dit valt helaas niet te zeggen van de indoorstukken die je tegen zal komen. De personages in een game hebben tegenwoordig een goede kunstmatige intelligentie. Dit staat ook wel bekend als AI. Op dit punt laat Conflict the Night Ops het opnieuw afweten. Tegenstanders zijn zelfs zo hersenloos dat ze als gekken op een open veld gaan rennen terwijl jij ze dan makkelijk neer kan halen. Ook zit in Conflict the Night Ops niet veel variatie. De omgevingen zijn dan wel anders, maar de gang van zaken zijn keer op keer hetzelfde. Meestal begin je in een open omgeving waarna je een gebouw in moet. Als je de gelukkige eigenaar bent van een DualShock 3 controller is een bom plaatsen wel weer leuk uitgewerkt. De controller zal dan meetellen via de rumble-functie. Hoe sneller hij trilt, des te verder wil jij van de bom vandaan zijn. Een aanrader in Conflict the Night Ops is de multiplayer mode. Wanneer je bijvoorbeeld samen met een vriend op de bank Conflict gaat spelen, kan de game best leuk zijn. Samen een missie proberen te halen is dan weer heel erg leuk uitgewerkt. Als een van beiden te veel geraakt is en op de grond ligt, is het heel erg frustrerend als die ander niet op tijd bij je kan zijn. Conflict the Night Ops is een game die behoorlijk achterloopt in vergelijking met de huidige shooters. De gameplay en de graphics zijn gewoon niet van deze tijd, eerder van een jaar of twee geleden. Je kan met deze game best plezier beleven, maar niet voor heel erg lang. Met z'n tweeën is de game al een stukje aangenamer, maar tegenwoordig zijn er games die je een stuk beter kunnen vermaken. I got you covered. Now cut the trigger cable. Got it, I'm coming out.